Een hele goede middag is het nog. Vanochtend heb ik controle gehad in het ziekenhuis. Dit heb ik niet gefilmd. Alles gaat gewoon goed. Het babytje groeit goed, enzovoorts, enzovoorts. Maar we hebben er nogal lang gezeten. In verband met alle controles en alles. Want ze willen alles gewoon goed in de gaten houden. En daaruit is gekomen dat het kindje gewoon heel goed aan het groeien nu is. En hartslagje goed is en alles. Maar ja, dat duurt altijd eventjes. We zijn dik 2,5 uur in het ziekenhuis geweest. En daarna was het gauw naar huis. Gelukkig was Bianca er om Jordi ook mee op te vangen. Daarna was het gauw naar huis. En Jordi gauw de fles geven en Jordi laat slapen. Ik ben toen nog gebeld door het ziekenhuis voor Jordi's OK-dag. Die komt ook weer aan. En daarna ben ik zelf even gaan eten en ben ik in slaap gevallen. En ik was tegen half vier of zo was ik wakker. Toen lag Jordi nog te slapen. En Jordi is zelf pas tegen 4:15 wakker geworden. Ik heb hem ook niet wakker gemaakt. Want afgelopen nacht heeft hij ook slecht geslapen. Hij is de hele tijd eigenlijk aan het rommelen geweest. En ik was zelf ook nog zo moe. En ik ben gewoon even op de bank blijven liggen. En ik heb gewoon even niks gedaan. Moet ook kunnen. Dus toen Jordi wakker was, heb ik gauw heel eventjes, want normaal krijgt hij soep. Heb ik gauw heel eventjes een klein beetje fles gemaakt voor hem. Zodat hij in ieder geval wat vocht binnen heeft als extra vocht. En nou ligt Jordi te spelen. En ga ik heel eventjes de buggy uit de auto halen. En ga ik heel eventjes naar de apotheek toe. Want ik moet Jordi zijn antibioticum ophalen. En voor mezelf eventjes medicijnen. En medicijnen is gewoon voor gastric bypass. Ik moet calciumtabletten slikken. En daarna moet ik heel eventjes nog naar de winkel toe. En dat gaan we nu even doen. Maar we doen het gewoon rustig aan, relaxed. Ik ben gewoon nog steeds hartstikke moe. En volgens mij is Jordi ook nog een beetje moe. Maar in ieder geval, dat gaan we gewoon doen. En uploaden heb ik ook naar morgenochtend gezet, want ik moet nog editen en uploaden. Want ik ben er gewoon niet aan toegekomen, ook gisteravond niet, omdat hij continu wakker was. En eigenlijk in principe mama en papa nodig had. Dus daar ben ik ook niet aan toegekomen en daarom heb ik het gewoon naar morgen verschoven, morgenochtend. En dat is eigenlijk een beetje wat de planning is. Jordi heeft lekker gegeten met papa en mama. En daarna heb ik mijn badje gedaan. En nu is het tijd om een flesje te drinken. En dan gaat Jordi naar bed. Ik hoop dat hij nu wel een keer gewoon gaat slapen. Het is weer een paar avonden bal bij ons, hè? Ja, nou, het ruikt in ieder geval lekker. Ja. En papa zijn baard kriebelt. Dat doet hij altijd bij als jij de fles geeft, hè? Ja. Dan zit hij lekker te kriebelen. Ja. Oh goed, hij gaat lekker slapen. En morgen hebben we iets spannends op het programma. Ja, had ik nog niet verteld, dus vertel het maar. Morgen gaan we een 3D-echo maken. Van Jordi zijn broertje. Ja. Onze Kees. En morgenmiddag hebben we verjaardag. Verjaardag van Jamie. Van Jamie, ja. Zo wordt het weer gezellig. Ja. En morgen, of overmorgen, hebben we ook weer verjaardag. Dus we hebben veel verjaardag. Ja, van Lina. De overbuurmeisje. Ja. Jouw zwempartner, hè? Ja. Partner in crime. Toen ze nog heel klein waren, zaten ze samen in een bandje. Ja. Ieder zijn eigen babyboot. Ja. Ja, dat was wel een heel geweldig gezicht, hè, Niels? Ja. Maar waarschijnlijk, lekker onder parasolletje. Waarschijnlijk aankomende zomer met
Met zes. Met zes kindjes. Als ze zo doorgaan wel, ja. Nou, wij hebben dan geen zes kindjes, maar de buurkindjes. Dat is het. De Bambix-bende. De Bambix-bende van de wijk. En dan hebben we hier ook nog tegenover hebben we ook nog twee kindjes wonen. Ja. Die schelen ook niet zo heel veel van Jordi en de rest van de kinderen. Dus het is echt één grote Bambix-bende hier momenteel. Een hele goeie morgen! Lekker stuk. Niels is heel eventjes weg. En Jordi heeft net zijn fruittappen en zo allemaal gehad. En ik ga hem zo even aankleden. Ik heb mezelf al aangekleed. Mijn ouders zijn al onderweg. En wij gaan zo dadelijk naar de Echo toe om je broertje te zien. De 3D-echo. Ja, gaan we kijken of het op jou lijkt. Ja, je bent al moe, hè? Valt net, zeg maar, in zijn slaapje. Maar het kon niet anders gepland worden, omdat ik dus wat meer onderzoek en alles had. En de drukte allemaal. Ik kon daar gewoon even allemaal niet handelen. Lichamelijk gezien dan. Ja, en wat heb je nog meer te vertellen? Wat heb je nog meer te vertellen? Maar goed, ik ga heel eventjes sokken aandoen, schoenen aandoen. Ben je van plan? Hallo? Mijn neus! Auw! Dus, zoals ik al was... Ik kreeg echt spraakgebrek van jou. Zoals ik al aan het vertellen was... Ga ik even mijn sokken aandoen, schoenen aandoen. En dan ga ik even Jordi aankleden. En dan zijn mijn ouders zo dadelijk hier. Jordi had ook een beetje last van obstipatie. Gisteravond ook laat nog wakker geweest. Maar ik hoop dat dat nu een beetje verholpen is. Zo te ruiken wel, dus ik moet zijn luier gaan doen. Hup. Hup. Maar goed, ik ga dat even allemaal doen. En zorgen dat hier iemand klaar is. Dan komt Niels thuis, kleed je eigen gauw om. En dan zijn we er vandoor. Yay! Gaan we je broertje zien. Kijk of dat hij op jou lijkt. Vind je dat goed? Kijk of hij op jou lijkt. Ja. En mama kusje. Mama kus. Yay! Kusje gaat! Inmiddels zijn we weer thuis. Hebben we de diner gehad. En wat vond je ervan? Ik vond het leuk. Ja, er zijn een paar leuke foto's bij. Ja. Foto's gaan jullie nu een paar zien. Die edit ik er even tussen. En we hebben natuurlijk een filmpje gemaakt. Die gaan jullie ook nu zien. Thank you.
En Jordi is inmiddels weer wakker, want die was in slaap gevallen. En die heeft denk ik een uurtje geslapen. En die is nu weer wakker. Maar we gaan hem nou niet laten slapen. We gaan dadelijk, want we moeten nog naar een verjaardag. We gaan dadelijk naar een verjaardag. En dan laten we hem dus niet slapen. Gaan we heel even gauw eten. En even gauw Jordi wat eten geven. En dan gaan we naar die verjaardag toe. Want mocht hij dan toch chagrijnig worden en alles, dan kunnen we altijd gewoon op tijd naar huis. Dus dat is eigenlijk het plan voor vandaag. Maar ja, hij heeft natuurlijk niet zoveel gezien van zijn broertje. Maar die kleine Milo, die was trots zijn grote neef. Dus daar zijn we ook blij mee. Wij zijn inmiddels terug van de verjaardag. Goed zo. En we hebben gegeten. Ben je klaar mee? En Jordi is net tandjes aan het poetsen. Met papa. Wil je nog zelf poetsen? Ja? Pakken. Ben je klaar? Wil je nog zelf poetsen? Heel gesprek met papa aan het voeren ook. Ebbe. Doe maar poetsen. Nee, doe het zo. Het is goed voor jou. Zo, doe maar poetsen. Ik denk dat hij klaar is, papa. Is hij klaar? Zijn alle tandjes weer schoon? Oké. Wil je dat allemaal vertellen? Hij heeft trouwens niet meer geslapen, dus hij gaat daar gewoon lekker op tijd zijn bedje in. Jutti. Abu. Blauw, blauw, blauw. Een hele goede morgen. Mooie out of bed look. Mooier als dit kan ik het niet maken voor jullie. Maar we moeten wel even babbelen. Gisteravond heb ik niet meer gefilmd. Dit omdat Jordi heeft er nu al een paar avonden dat hij gewoon echt wakker wordt. En aan het schreeuwen gaat. Niels die verbetert mij wel ondertussen dat ik iets vertel. Dus Jordi die wordt 's avonds of hij blijft wakker of hij wordt wakker. Nou zijn we er eigenlijk min of meer achter gekomen dat het er toch mee te maken heeft met het feit dat Jordi gewoon een enorme buikkramp heeft. Nou is het natuurlijk zo dat Jordi botox heeft gehad en een wondverwijding heeft gehad. Na september heeft hij daar eind oktober of zo heeft hij daar gehad. En dan zou hij daar eigenlijk begin september zou hij dat weer hebben. Niet de botox, maar wel dat ze naar zijn anus gingen kijken. Nou is het zo dat als jullie dit kijken volgende week, heeft hij in principe weer een operatiedag staan, zoals ik al eerder vertelde. Maar het is nu op dit moment iedere avond bal. Jordi die heeft elke avond gewoon heel veel buikpijn. En hij moet dan ook poepen en hij is dan helemaal over de zeik. Toch?
Mm-hmm. En wij kunnen dan in principe ook helemaal niks met hem. Dus ja, daarom, ja, en zoals jullie weten, filmen wij dan Jordi ook gewoon weg niet. En dat gaan we ook niet doen. Dus, maar we willen wel eventjes dat jullie weten wat voor reden hierachter zit. Ik probeer het natuurlijk wel met medicijnen op te vangen. En we hebben altijd de mogelijkheid om te spoelen. Maar zolang hij zelf toch enigszins zijn ontlasting kwijt kan, moeten we dit zo lang mogelijk uitstellen. Hebben ze het liefste. En ik heb woensdag heb ik ook een belafspraak met de chirurg om te gaan praten over het feit waar wij ons zorgen om maken. Dus ja, al met al, het loopt allemaal nog steeds in verband met zijn buikpijn en alles. Maar het is niet zeg maar super slecht, want overdag gaat het gewoon eigenlijk wel oké. Hij heeft wel buikpijn, maar het is voor hem te handelen. En 's avonds ja, krijgt hij gewoon heel erge krampen. Met als gevolg dat je gewoon moeite hebt om hem in bedwang te houden en vast te houden. En hij wil dan niet vastgehouden worden, maar hij wil weer wel vastgehouden worden. Dus ja, het is gewoon allemaal even lastig. En ja, we moeten hier gewoon weer doorheen. En woensdag ga ik dan bespreken met de chirurg hoe en wat. Dus ja... Ik heb het idee dat de botox gewoonweg uitgewerkt raakt nu. Zijn kontje is ook wat meer dicht nu. Als dat die was, zeg maar, met de als dat die was toen echt de botox net erin zat en alles. Dus ja, het is gewoon even allemaal afwachten en kijken. En ik ben natuurlijk ook zwanger. Dus het wordt er allemaal niet veel makkelijker op, maar we gaan hier gewoon doorheen. En ja, we gaan het gewoon afwachten. Vandaag hebben we in ieder geval nog een verjaardag van de overbuurmeisje. En ik ga boven de toekomstige kamer van Jordi nog even verder opruimen. En gewoon wat huishouden doen. En ja, dat is onze dag, denk ik, in heel eind. Laat die maar beginnen. Zo, wij zijn naar de verjaardag geweest van Lina en Paul. Kleine Lina was jarig en papa Paul was jarig. Of die is morgen jarig volgens mij. Jordi die is... Hij heeft vanmiddag buikpijn gekregen onder het slapen, dus die had niet zo lang geslapen. Dus die ligt nu Nokkie. Die is op de verjaardag Nokkie gegaan. En ik ga nu eten koken. En Niels is de vaatwasser aan het uitruimen, zoals jullie horen. En ja, we gaan even kijken hoe lang Jordi slaapt. We hebben met z'n drieën gegeten. En Jordi heeft nog lekker gespeeld. Had net even buikkrampjes, denk ik. Of ja, buikkrampjes, moe, alles tegelijkertijd. Nou hopen dat hij in slaap valt. Dus even afwachten, omdat hij een verlaat middagdutje nog heeft gedaan. En dan gaat hij als goed naar bed. En dan gaan we even kijken hoe de avond valt. Ja. Zijn we wel trusten. Dat was weer een druk weekend. Ja. Nou, we hebben dus verjaardag gehad. De 3D-echo gehad. Niels heeft zich ook geschoren vandaag. Jordi vond het niet zo prettig volgens mij. Nee, want nou kribbel ik niet meer. Eindelijk slaapt Jordi. Wat heb je gedaan? Ja, net zo lang... wiegen tot hij in slaap viel. Maar hij heeft denk ik een half uur gehuild. Maar ik denk, ik ga hem niet laten winnen. Nee, je hebt gewonnen, hè? Mm-hmm. Juist. Papa en mama, stay strong. Allee, mama blijft niet altijd strong.
Nee, mama heb ik naar beneden moeten sturen. Ja, precies. Maar goed. Maar hij slaapt. Hij slaapt, gelukkig. En hij ligt lekker onder zijn dekentje. Ja, dat lekker zijn bedje verschoond en alles. Dus alles is weer lekker schoon. Kees die... Gaat naar bed. Och, die stampt mij helemaal de in. Maar goed, wij gaan deze ups en down afsluiten. En wij gaan zo ook lekker naar bed. Dus welterusten en tot de volgende. Welterusten.